Dus ja. Ja, maar Martijn heeft de ziekte K. Ik zeg K, want kanker vind ik een beetje raar om dat te vertellen. En de ziekte K heeft hij dus, ja. Hey, hallo, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag woensdag, binnen van de week alweer. Dus weer ingewerkt bij Lancaster States. Dus nou, misschien deze week nog. Ik heb nog verder niks gehoord eigenlijk. Dus ja, kan 1 à 2 weken zijn. Dus dat zei de baas vorige week vrijdag tenminste tegen mij. Ik heb nog niet met de andere collega's gesproken. Wat de baas tegen hem gezegd heeft. Maar die was er vandaag weer even. En die was er vandaag niet. Want die werkt maar 3 dagen in de week geloof ik. Dus ja, ik snap het ook allemaal niet. Die werkt zo lang. Die werkt maar tot 2:30 en zo. Ik weet het allemaal niet hoe het allemaal zit. Maar fijn. Als, maar ja, het zal wel niet om. Het zal wel zo zijn natuurlijk, hè. Dus ja, ik weet niet als ik volgende week ook nog naar Lancaster moet. Dat is nog niet zeker, maar ik heb geen zin om daar 5 weken te zitten. Maar ja, de vraag naar zonnepanelen, dat neemt weer toe, hè. Maar ik weet niet als wij dat weer krijgen. Dat, ja, ik ben niet op montage, dus ik weet niet hoe en alles wat. Rijland zelf. Ze hebben wel wat werk binnengekregen, maar ja, dat zijn van die plankjes geloof ik. Waar je op spijkeren moet. Dus van die kraalplankjes. Dus die zijn wel binnengekomen. Maar de rest weet ik dus niet. Zo mooi zijn dat de zonnepanelen weer terugkwamen. Niet echt dezelfde zonnepanelen zelf. Maar de onderdelen waar ze aan vast moeten. Vond ik dat leuk werk. Maar ja, ik weet niet als dat weer terugkomt. Zo mooi zijn. Dan hebben we tenminste weer werk. Maar ja, dat weet ik dus niet. Dus ja, we hebben nog 2 dagen voor weekend gesneden, jongens. Ja, zaterdag begint de kermis te snikken, voorjaarskermis. 9 maart, nu zaterdag, tot volgende zondag, 17 maart. Dus ja, even kijken natuurlijk, maar ja, je moet erom kijken. Ik ga nergens in, want het is al sterren en nu duurt alles. Het is een beetje snotterig. Ja, het is, ja. Ik ben eigenlijk nog eens nooit van kou geweest, maar het wordt me zo aan opeens. Ja, het is al stukken beter geworden, maar de restjes blijven nog steeds zitten. Gelukkig heb ik niet zo laat van hoesten, want er zijn mensen op het werk die hebben wekenlang van irritante hoesjes, dus maar fijn, dat is ja, kan ook gebeuren, hè. Dus ja. Ja, maar Martijn heeft de ziekte K. Ik zeg K, want kanker vind ik een beetje raar om dat te vertellen. De ziekte K heeft hij dus, ja, allemaal niet leuk voor Martijn. Hij is 55. Er zijn nog behandelingsmethodes, dus het kan de goede kant op gaan. Ja, het is jammer eigenlijk, maar ja. Je weet er nooit, ja, één die krijgt het wel, ander krijgt het niet. Dat is, ja. Dus heeft de ziekte K, dat zeg ik nou. Kanker, dat vind ik een beetje raar woord om dat zo te zeggen. Dus, ja, het is jammer, maar ja, het is, ja. Maar gelukkig, hij is er op tijd bij. Dus dat hij, ja, gaat wel, ja, hoe het met hem gaat, weet ik niet, maar... Hij gaat nou wel presenteren, maar wel een beetje op een laag pitje geloof ik. Dus het is niet zo best, jongens. Dus hij is 55, niet zo oud. Hij is 5 jaar ouder dan mij. Maar fijn, dat wordt niet echt gevraagd, jongens. Er zijn mensen die worden 100. Ja, 200 wordt gereden natuurlijk, maar er zijn mensen die worden maar 40. Ja, je hebt niet voor zeggen, jongens. Maar ja, ze kunnen... tegenwoordig heel veel dingen, dus ja, mensen worden al iets ouder, maar ja, die ziekte die bestaat nog. Ik denk ook niet dat het al ooit weggaat. Hoe je dit allemaal krijgt, weet ik ook niet. Ik ben natuurlijk geen dokter op dat gebied. Dus ja, wil allemaal 100 worden. Ja, 100, ja. Ik wil wel oud worden, maar 100, dat weet ik niet. Maar ja, je weet als mens niet hoe oud je wordt. Dus dat is maar best ook, dat je niet... Dat je weet hoe oud je wordt, dat lijkt me niks. Dus in ieder geval, dus, ja, die man, ja, Martijn Krabbe is ziek. Dus heeft de ziekte K. Dus ik zeg het even netjes natuurlijk. Hè. Dus, maar ja, het komt vast wel weer goed met hem, denk ik. Hoop ik tenminste wel voor hem en voor de familie van hem, zijn vrouw en kinderen. Hoop dat het allemaal goed gaat komen. Dus, maar ja, wat doe je eraan? Je doet er eigenlijk niks aan. Dus
Ja, het wordt, komt uit mooi weer. Ik heb vrijdagmiddag vrij. Dan ga ik even met het drontje vliegen. Dus ja, vrijdagmiddag geen vrij. Om 12 uur ga ik naar huis. Ja, mensen zelf daar, als die een half dag vrij nemen, dan gaan ze half 12 naar huis. Maar ja, die werken tot 4 uur. Ja, ik ook en mijn collega. Maar ja, wij komen van montage en daar werken we tot 4:30. Dus, maar ja, om daar soms om 8 uur te beginnen en de rest 7:30, dan krijg je ook weer scheve gezichten en zo. Daarom hebben we besloten dat wij om 7:30 tot 4 uur werken. Alleen als wij vrij nemen, dan, ja, dan gaat het van 4 tot 7:30. 4 tot 4:30. Maar ja, van 7:30 tot 4 uur is hetzelfde als van 8 uur tot 4:30. Maar waarom ze daar tot om 7:30 beginnen, ik weet het niet. De tuintjes beginnen ook om 7:30 en metaal ook. Ja, hoe het zit weet ik niet, maar dat is nou eenmaal zo. Ja, mijn montage wou ze eerst ook, maar mensen waren erop tegen. Maar ja, fijn. Oh ja, en Richard begint ook om 7:30 tot 4 uur. Vraag mij niet waarom, dat weet ik helaas niet. Dus, maar ja, het komt op hetzelfde neer van 8 uur tot 4:30, dus... maar fijn, de tijd gaat wel snel, maar ja, ik heb er... ja, maar voor mij... als ze morgen bellen, je mag maar weer naar de montage, dan vind ik dat veel leuker. Ik vind het ook veel leuker als de zonnepanelen weer terugkomen, maar ja... de vraag is wel weer iets groter, maar ja, ik weet niet of wij dat weer terugkrijgen, dus... misschien krijgen we daar antwoord op, ik hoop het tenminste, dan vind ik wel een leuk werk. En het is aanwachten als dat weer terugkomt. Dus, en voor de rest ja, ga ik proberen morgen even een kookblad te maken met bloemkool. Iets met bloemkool of zo. Ik ga het even bekijken. En ja, ik ga ook iets met paaseitjes doen. Dus dat, jullie hebben er niet op gevraagd, maar ik ga het toch even mezelf even doen. Dus dat is even heel leuk. En voor de rest gaat het goed hier. Dus ja, het is s'avonds langer licht. En nu is het toevallig donker buiten. Maar ja. Dus vanaf volgende week vrijdag ga ik weer vrijdagavond weer buiten vloggen. Dus vanaf volgende week vrijdagavond ga ik weer buiten vloggen. Dus ik ben weer blij dat ik weer, ja. Ik dacht, ik neem deze vrijdag even vrij. Nou, een half dagje vrij. Want ik wil er toch even op uit. Dus ik wil toch even met de camera in op uit. Anders zitten we thuis en zo. Ook altijd hetzelfde. De thuis gefilmd altijd. Thuis vloggen, dat is altijd hetzelfde. Dus ik ga er even op uit. Dus ik weet niet hoe. Als ik volgende week daar ook nog een aankomst moet. Dat hoop ik wel even te weten. Ik zal mijn collega in vragen. Die is er morgen nog. En die werkt drie dagen. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar ja, dat hoef ik ook allemaal niet te weten eigenlijk. Maar zal mij vragen wat Robert Knor, de baas van ons, tegen hem verteld heeft. En als we niet zeker weten, als we voor vrijdag niks weten, dan gaan we maandag gewoon naar montage. Ik heb niks aan dat hij zegt 1 à 2 weken. Daar heb ik niks aan. Ik wil zekerheid weten. Dus... nou, hij zei, ik kan 1 week of 2 weken zijn. Ja, ik wil zeker weten, jongens. Ik wil daar niet voor Jan met die kort achternaam heen vliegen. Dus ik wil het allemaal weten. Anders bel ik hem morgen op. Dus, in ieder geval. Lekker in de Kees komt vrijdag online. Dus ik heb vrijdagmiddag even vrij. Cycle, hè. Ga ik even naar Snickerbos en weer op uit. En even een stukje fietsen. Het is zo lekker weer. Dus, mooi weer komt weer aan. Dus... voor de rest, ja, maar we kort, hè, kort gewikt weer. Dus, het huis is klaar zover, dus de laminaat ligt er mooi in. De lamp heb ik opgehangen, alleen ze hangen niet goed, maar ja, dat krijg ik niet. Ja, dat komt door het irritante haakje wat er in het plafond zit. Dan moet ik dat boren, maar ja, ik weet niet waar de stroomleiding langs lopen. Dat weet hij zo niet. Dat kan je zo niet zien. Dus, het huis is zo goed als klaar. Ja, het is klaar het huis. Dus ja, boven de puntjes een beetje bijverven. Maar, en nog even raamfolie voorop. En dan is mijn huis klaar. Dus ik ben er helemaal over. Dus ik vind het hartstikke leuk in dit huisje te wonen hier. Misschien op een grasmat op het balkon. Maar dan moet ik even kijken.
Ik heb daar een lampje hangen en tierententjes. Dus ik ben blij dat ik hier nu woon. Wat groter, dit is ook wat groter en veel beter dan het oude huis. Dan zijn ze aan opknappen geweest, dus het was verkocht geloof ik. Maar ja, maar wie weet ik niet, dat interesseert mij eigenlijk ook. Eigenlijk niks eigenlijk, hè. Dus, maar in ieder geval. Dus ik weet niet wat jullie er vinden, maar dit huis is veel beter, zegt hem zelf. Veel beter dit huis. Ik betaal wel wat meer huur, maar niet echt. Echt veel niet. Dus, ik betaal hier geen 1000 euro. Daar kom ik niet aan merken, jongens, voor zo'n duur huis. Er zit een lift in, dus als ik ouder word en ik ben wel moeilijk te been, ja, hoop ik tenminste niet, jongens. Maar kan ik altijd de lift gebruiken. Met boodschappen is het ook lekker handig. Maar normaal ga ik gewoon met de trap, dat is ook goed. Dus ik woon hier al een paar maanden, even kijken, eind november geloof ik, komen te wonen. Kijk, ja, 5 maanden, zo bijna een half jaar geloof ik, woon ik hier al met veel plezier. Dus ja, ik ga niet weer verhuizen, want ja, ik ben erachter gekomen dat die verhuizing van mij is niet echt grandioos. Ja, het liep een beetje anders zoals het moest lopen en zo. Vloeren kwam er niet goed in, dus dat was ook jammer dat het weer opnieuw in moest, hè, in februari. Maar ja, verhuizen, dat is niet echt mijn ding eigenlijk, dat is niet echt mijn hobby. Ik hoop ook dat ik hier lang mag blijven wonen, dus ik woon hier nu goed. En van de rest ja, heb ik hier alles. Ik ben dicht bij mijn vriendin en zo, ook wat dichter bij de staat en zo. Dus dat is veel beter. Maar ja, ik ga niet weer verhuizen, want het is één grote drukke bende eigenlijk. Dus, wel een beetje stress gehad en zo. Ja, de vloer lag niet goed in, hè. Dat, die gesloten mieter allemaal. Hij ligt nu goed in, dus het hoeft niet meer opnieuw meer in. Dus de puntjes zijn erop. Kabels heb ik wat weggewerkt. Dus, maar in ieder geval, ja, we kopen. Dat ik weer naar montage mag, dat daar weer werk komt. Liefst heb ik dan dat ik weer in de zonnepanelen kom, maar dat weet ik dus niet. Het trekt wel weer aan, het trekt wel weer wat aan, die zonnepanelen, maar hoe wat, weet ik dus niet. Ik hoop het, maar ja, je weet het maar nooit hier. Maar fijn, ik ga deze vlog weer sluiten. Dan zul ik jullie vrijdag weer, heb ik even een half dag vrij, 's middags. Dan ga ik er even op uit, het is wel mooi weer. Ik dacht, ga ik erop uit, want thuis vloggen, dat is ook elke keer hetzelfde natuurlijk. Dus dan zie ik jullie dan wel weer. Zal ik even naar Sneekerbos of zo. De drone neem ik even mee. Heel tijd geleden dat ik het daar weer mee gevlogen heb. Voortijd even de batterijen goed opladen. Dus dat gaat zeker goed komen. Ik zeg, ik wens je nog een prettige avond verder. En graag tot vrijdag. Zeg, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor leuke video's. Volg mij op Insta en Facebook. En graag tot vrijdag maar weer bij een gloednieuwe vlog van mij. Tot dan, doei!